Gaan we dit volhouden, de hele uitzending? Nee, ik wist niet dat ik dit ook moest doen bij commerciële tv, want ik krijg het nu al benauwd. Ja. Maar ze zijn wel in de verkoop nu. Vanaf vandaag, geloof ik, inderdaad. Dat is het belangrijkste, hè? Schijnt wel. Zouden we ze af mogen doen van show nu? Nou, vanaf nu mag je af. We gaan beginnen. Ja, Wilfred, Gené, Veronica en Seid, waar staat u precies op dit moment? Oh, Jezus. Dag, meneer Wilfred. Ja, ik sta hier momenteel, u ziet het al buiten, op het dak. Dus wij kunnen ook helaas niet naar de studio komen. Ik had natuurlijk dolgraag, dat begrijpt u, even langs willen komen om even met u met de man te praten. Maar ja, de plicht roept. Het is pakjesavond bijna, dus ik moet er zo vandoor. Nee, ho, dat kan echt niet. Ik ben vast en zeker in de buurt, zie ik nu wel. Sinterklaas, je kunt toch wel even langskomen? Ja, toch? Verdomme, wat Sinterklaas, ja. Het regelt allemaal. Ja, het wordt elke keer slechter. Jij bent er ook. Ik heb je brief ontvangen en ik heb het even nagekeken. En je moet die zand echt aan de binnenkant van je anus proberen in te brengen. Ja? Dat is het team. Nee. Hallo. Dag allemaal. Hallo. Alles goed? Hoe is het met je enkelband? Ja, prima. Zit allemaal lekker? Zo. Even kijken of het 1,5 meter... Ja. Even kijken. Ja. Uitstekend. Jongeman, hou jij eens even de staf vast, want er zit straks even... ontsmetten. Dag meneer Wilfred. Dag Sinterklaas. Dag René, oude dibbes. Zo jongens, hoe is het hier? Nou, wat gebeurt het afgelopen jaar? Weinig. Weet je wat, meneer Jan, dat houdt niet voor mogelijk. Stel dat je mafkeest. Nou, dat valt wel mee. Nee, maar alsjeblieft zeg, dat is toch werkelijk. Ik lag nog niet aan het zwembad, want er stond er weinig. Ja, Sinterklaas, zus en zo. Nee, werkelijk. Ach, meneer Wilfred ook, dat is toch ook sneu. He, meneer Wil, waar u allemaal voor bent uitgemaakt. Ik heb dat even in mijn boek gelezen. Ja, daar lacht u nog om. Maar Judas, verrader, NSB'er. Dat waren alleen nog maar je vrienden. Nee, maar... werkelijk. En dan meneer Johan. Meneer Johan, die is gewoon... dat heb ik dus ook gelezen in mijn boek. Dat is de vrouw van meneer Johan. Die heeft dus voor gezorgd dat hij de helft van zijn salaris heeft moeten inleveren. Nee, dat is werkelijk waar. Hij is er nog ziek van, denk ik. Nee, maar dat is echt een ijskou, hoor. Die vrouw denkt, als die de benen op elkaar doet... dan slaat bij de buren automatisch de verwarming aan. Nee, maar je lacht dan om. Maar wat gebeurt er hier? Werkelijk, ik vind het niet een... En ik kom dan één keer per jaar kom ik dan op en neer uit Spanje. Nou, dat is nog te doen. Maar meneer Johan, die gaat gewoon 3 keer per week naar dat kutgollo. Ik weet niet wat die allemaal hand is. En dan meneer René ook. Dat is ook weer sneu. Die is er gewoon getrouwd. Meneer Jan, die is er gewoon helemaal ingeluist. Die is gewoon verbonden in echt. Ja. Maar schijnt dat hij gelukkig is. Nou, ik zeg maar zo, meneer Jan... ik trek me nog liever af met een kaasras. Werkelijk. Ik hoop zo dat mijn kinderen al op bed liggen.
Maar wel, meneer Jan, ontzettend leuk om u nou ook eens een keer te zien. Want ze zitten u altijd maar te pesten met dat Feyenoord. Nee, die gasten. Dat is ook niet leuk. Hè? Trouwens, nee, maar jij bent ook verleden jaar naar de klote geholpen. Nee, dat was gewoon een gebbetje. Maar kijk, meneer Jan, Feyenoord en Sinterklaas hebben ook veel met elkaar gemeen. Hè? Wij zijn allemaal in rood en wit. En niemand gelooft er meer in. Nee. Hey. Weet u, meneer Johan, wat meneer Jan doet als Feyenoord de Champions League heeft gewonnen? Dan zet hij zijn PlayStation uit en gaat hij slapen. Dus ik heb er wat cadeautjes meegenomen. Alleen al ben ik alleen de zak vergeten. Wacht even, ik heb een Piet bij me, de muziekpiet. Waar is de muziekpiet met even cadeautjes? Kom maar even binnenbrengen. Ah, kijk, daar is. Kijk nou eens. Kijk. Kom maar even hier met de cadeautjes. Dank je wel. Zet maar hier dan hier. Zit hier. En dat zijn de andere cadeautjes. Ja. Dank je wel. Maar ik heb nog iets voor Johan. Ah, nou, even snel dan. Deel maar even heel uit. Leuk. Wat Johan, de eerste is voor jou. En de groetjes van Engelbert Humperdinck. Hele fijne avond. Dank je wel, Piet. Hoi. Ga maar even weg. Niet hard zingen. Dag, Piet. Wat is dat nou? Pakt u maar even uit, meneer Johan. Dat is de nieuwe rage, hè? Kerstrui. Ja, maar niet zomaar een kerstrui. Hè? Niet zomaar een kerstrui. Eens even kijken. Ja, maar dit is de René Leblanc. Ja, tuurlijk. Die wil iedereen hebben. Nou, ja, tuurlijk. Kosten nog moeite zijn gespaard. Moet je kijken. Ja, kijk. Ah, die doe ik naar de mis aan op kerstavond. Ja. Kijk, ik heb hier verder nog. Dit zijn zijwieltjes. Die zijn voor meneer Valentijn. Of als hij van de fiets is, is geflikkerd. Wekkertje, die is voor u, meneer Wilfred, voor het vroeg opstaan. Ja, dank u wel. Ik moet zeggen, ik heb twee keer geluisterd. Ja. En eerlijk is eerlijk, dat is een fantastisch leuke show. Dus even kijken, wat heb ik hier nog bij me? Dat is een collectebus voor meneer Johan. Nu het salaris, wat is terugge... Dus even kijken wat ik hier heb. Oh ja, dit is een kleine snack voor meneer Jan. Dat is een klein akje mosselen. Ja, dank u wel. Ja, dit ding, dat is voor meneer Wim. Een stukje tapijt. Die wacht op zoek naar een stukje tapijt. Ja. Kunt u dat aan hem geven? Ja, bij zijn bank past er goed, hè, rood. Maar dat geeft hij weer terug, hè? Dat weet u. Hè? Ja. Even kijken, meneer René. Ik heb voor u toch ook nog wel een cadeautje bij me, volgens mij. Even kijken, wat is dit? Oh, dit is ook voor meneer Johan. Dat is een cd van de heer Aquasi. Luistert u daar nog maar eens naar. Dat hebben we nog hier in deze zak. Ik heb zoveel spullen bij me vandaag. Even kijken. Oh, dit is nog een beetje mosselen voor meneer Johan. Alsjeblieft. Dan hebben we nog. Ja, meneer Jan, die steekt het allemaal in zijn holle kies. En voordat je het weet... Even kijken wat hier nog allemaal zit. Ah, dit is voor meneer René. Een klein goedkoop horloge dat niet gestolen kan worden, alsjeblieft. Even kijken, dan heb ik nog... Oh, dat is een bivakmuts, die is ook voor meneer Wilfred... als dadelijk de coronatijd voorbij is, om weer naar buiten te gaan. Dit zijn de incontinentieluiers, die zijn voor de bandleden, alsjeblieft. Dan heb ik even kijken wat ik hier nog bij heb. Dat is werkelijk een enorme hoeveelheid. Oh, dat is misschien nog wel aardig voor u, meneer Jan. Dat zijn nog wat mosseltjes. Dan heb ik hier, ja, niet echt origineel, maar nog een kassa voor meneer Dikkie. Dikkie, lekker. Want dat houdt mij niet op. Dan zijn we er bijna. Even kijken, een flesje Boomsma. Dat is nog voor meneer Johan. Een berenburgje van uw favoriete meneer Arie. Even kijken wat ik hier nog heb. We zijn er bijna doorheen. Oh ja, dit is nog voor u, meneer René. Dat is ook wel een mooie. Kijk eens eventjes, dat is de... Gele kanarie, een vogelvlucht. Alsjeblieft. Gele kanarie. En dan hebben we hier nog tenslotte... En dan gaat Sinterklaas er weer snel vandoor. Even kijken. Dat is... Oh, kijk nou eens. Even kijken of ik erbij kan. Even op de schoot leggen. Dat is nog een pakje mosselen. Goed, mannen. Ik ga er weer vandoor. Ja. Zullen we even afspreken voor volgend jaar? In godsnaam. Een beetje rustig aan. Ja? Moet je de gasten zeggen, hè? Dat is ook zo, meneer Jan. Ik ga er vandoor. Meneer Jan, tot kijk. Meneer Johan, hou het rustig. Sinterklaas. Dag, meneer Wilfred. En dag, meneer Sinterklaas. Dag allemaal. Tot ziens. 43% vindt dat wij te ver gaan met dit programma... volgens de Veronica Gids, hè, in het kader van Vertrutting. Dat stoort jou enorm, heb ik de indruk. Wat mij geweldig stoort, dat is dat hele peloton hypocriete achterbakse mensen in Nederland... die als je wat zegt, je meteen een etiket opplakken. René maakt een grap
door als vrouw verkleed te gaan zitten. Ik maak een grapje over Akwasi, ik ben een racist. En dan denk ik, al die klootzakken die zitten te wachten tot de verspreking hier of een grapje wat verkeerd valt, die plakken je meteen een etiket op. En ik zei vertellen, Wilfred, ik sta er heel makkelijk in. Ik ben alles al geweest, behalve pedofiel. Dus ik zal ook nooit, een klein jongetje over zijn bol aaien, ja, want dan ben je de lul. Ja. Maar ik ben 71 jaar. Jij speelt niet heel stiekem voor Sinterklaas, dadelijk. Nee. Maar ik ben 71 jaar, ik heb mijn hele leven een grote muil gehad. Ze kunnen voor mij allemaal barsten. Ja. Ik blijf gewoon zeggen wat ik ervan vind. En wat de consequenties zijn, die aanvaard ik graag. Je wilde dit nog even kwijt, hè? Merk ik aan je. Het zit me geweldig dwars. Ik merkte het, ja. Nee, maar ik vind het heel erg, ja, dat Arie Nobody Boomsma, ja, die dan meteen roept van commercials moeten weg. En dat grote firma's waar je tegenaan kijkt, die denken, oh, Arie Boomsma zegt van dat dat een racist is. Gauw weg. Nou, ze zijn weer terug, want ze weten, hier zijn kijkers te halen. Yo, het is allemaal hypocriet, achterbaks. Het is om misselijk van te worden. En ik heb er scheid aan. Ja, ik moet hem toch even noemen, Akwasi. Ja, ik ben Akwasi-specialist in dit. Ik ben benieuwd. Ik ken die man helemaal niet, maar hij schijnt een rapper te zijn. Ja. En rappers, dat vind ik de jongens die geen talent hebben en toch muziek willen maken, die worden rapper. Ja. Echt waar? Ja, dat vind ik zo simpel. Dat kan iedere boer. Kun jij rappen? Nou, ik zet even een mopje op, jongens. Nee, ik wil het niet eens. Nee. Het is echt hartstikke moeilijk, nee, volgens mij, hoor. Nee, joh, schijnt dat eruit. Gitaar spelen en saxofoon spelen, dat is moeilijk. Maar rappen, dat is onzin. Maar hij is woordkunstenaar. Ik heb die man twee keer... Voor de hele generaties weggezet, ja, hier nu. Nou, ik hou van zwarte muziek, ja, blues en soul. En ja, de disco is het fout gegaan, toen ben ik afgehaakt. Oké, okay. Dus Veronica toch, waar we nu zitten? Ja. Ja. Ja, nee, wij kiezen gewoon heel eenvoudig voor degene die het beste betaalt. Oh, wij zijn daar heel nuchter in. Ik kreeg van de week weer een aanbieding. Heb ik een mailtje teruggestuurd van... interesseert me geen reet, mevrouw geeft toch alles weg. Ja, nee, daar ga je al, ja. Maar nu we wat verder zijn gewoon, hè. Nu, het was een impulsieve daad. Of was het niet een impulsieve daad? Ik heb nog nooit ergens zo'n spijt van gehad. Geldt het ook als John je nu een nieuw contract aan zou bieden? Dat het dan weer een andere omstandigheid zou zijn? Als mijn contract afloopt, ben ik 73. Ja, en? Nou, dan ben je een hysterische oude gek die hier zit te roepen. Dat ben je toch nu ook al? Dat maakt toch niks uit? Dat verschil zal er niet zijn, denk ik, hoor. Jouw plek, dat is iets totaal iets anders. Ja, ja, tuurlijk. En daar wil je deze zomer met iemand anders doorgaan, of niet? Sorry. Hij bent naar de zin. Je hebt in een groep altijd jongens die hebben een voorbeeldfunctie, maar er zijn er ook die vinden dat helemaal niet dat ze dat hebben. Nee. Die hebben er heel scheid aan. Nee. Die hebben er lak aan. Nee, maar ze zeggen ook wel eens van tegen mij als ik hier zit van je hebt een voorbeeldfunctie. Ik zeg hoezo dan? Nee. Ik heb voor niemand een voorbeeldfunctie. Ik zit hier gewoon als persoon. Hmm. Overigens, ik dacht van de week toen ik dat allemaal las, ik denk, goh, wij hebben toch onderling al de gekste dingen uitgehaald, hè? Ja. Maar we hebben elkaar nog nooit met een mes gestoken, hè? Nee. Nou, niet, niet letterlijk, nee. Nee, maar ga door. Maar die jij ook wel verdient, toch? Ja, is dat zo? Ja, laten we het daar nog eens over hebben. Ja, ik ben wel gezellig. Kom ik weer even in Gollo langs, gaan we weer samen met jou in de auto. René, even in Gollo, bespreken we alles weer even. Hè? Maar jij hebt geen aangifte gedaan toen, toch? Nee. Ja. Het is altijd uitkijken bij het ontbijt, natuurlijk. Hè? Ja. Nee, maar hij mag niet meer met messen voor. Ik zou wel alles weghalen. Nee, gewoon prakken met een vorkje. Ja. Ja. Gewoon die boterham met je handen. En dan... niet met de vorksteek, hè? Nee. Mag je nog even vertellen van Emmen? Want ik denk dat de mensen daar wel niet geïnteresseerd zijn. Willen de mensen het nu al weten of niet? Ja. Ja? Ze hebben gewoon met EDC getekend. Wat? Met EDC. Ja, doe nou niet net of je niet weet wat dat ik is. Ik weet echt niet wat EDC is. Je hebt het allemaal thuis in de gereedschapkist. Oh, oké, okay. Wat is EDC precies? De EDC is het, een erotisch distributiecentrum. Is gevestigd in Groningen. Echt? Heel succesvol. Ja, Easy Toys is dat toch, of niet? Easy Toys. In de coronacrisis hunkerde Nederland naar... Dildo's. Ja, absoluut. Ja. Kan je ook van die eitjes in je kont? Ja, ook. Okay. Lekker, man. Ah. Lekker. Maar ja, is dit, het, kijk, dit is het assortiment voor de mensen die het... Lekker, hoor. Masturbatus. Ja, ik heb het allemaal. Zijn er een onderhandeling met de KNVB om goedkeuring te krijgen? Omdat kom op, zeg. Zo'n club die heeft de centjes nodig. Ah, joh, lekker seks gewoon je met Christine Leduc op je shirt. Wat maakt het nou uit, man? Wat is het probleem dan? Die mensen doen niet... Je gaat niet dood van zo'n dildo weer heet. Nee. Dan ga je echt niet dood van. Nee, ik ben er niet dood aan. Nee, het doet even zeer. Het doet even zeer. Even doorbijten. Maak even dit. Maar tweede keer, dan gaat het allemaal soepeler. Maak even dit. Maar je gaat er niet dood van.
100.000 mensen per dag zitten op hun site om pakketjes te bestellen. Je ziet het ook duidelijk als je door de stad loopt, hoe ze lopen. Ja. Dan denk je, dat is een EDC'tje daar. Ja. Daar loopt een EDC'tje. Maar af en toe vloept wel eens zo'n eitje uit. Heb jij het kokringetje er al een keer om gedaan? Of? Ik wilde alles uitproberen. Ja. Maar die van mij is zo principieel in bed, ook 1,5 meter. Je krijgt een heel ander stadion op meteen. Het is inderdaad de hoofdingang. Het is de hoofdingang. Oh, ja. Het is toch andere koek nu meteen. Nou, dan loop je toch met een ander gevoel naar binnen. Oh, de oude dildo in plaats van de oude Meerdijk. Dat is wel heel erg. Vind je leuk? Het kan hem niet flauw genoeg zijn. Nou, bij mij is het helaas nog niet uit de verpakking. Ik zet er steeds op het aanrecht. Maar Nee, wat dat is, dat weet ik niet. Zitten wel batterijen in? Alles volgestopt. Ja, Duracell erin natuurlijk, extra lang. Ja. Nee, af en toe dan laat ik ook gewoon zo'n kunstpenis zo door de gang lopen. Maar dan gaat bij ons thuis niemand op zitten. Maar hartstikke mooi. Qua lettering is heel mooi logo. Ja, Jan komt er niet in. Hij is van Bijl, deze zie ik. Nee, maar die mensen moeten nu gewoon dat geld overmaken. Joh. Dan heeft Emme dat geld binnen en is het allemaal weer klaar. Ja. Hebben wij waarschijnlijk een enorme boete aan onze breedmarkt. Jan heeft zijn Pielemo zo'n 14 jaar niet gezien. Nee, die easy toy van Jan is zoek. Ja. We hadden het over Jan, maar die moet de godverdomme wel uitkijken met dat corona, hoor. Die Jan moet gewoon lekker binnen gaan zitten. Ja. Wat denk zou Jan bij denk obesitas als in het ziekenhuis en zegt, we moeten Jan op zijn buik komen. Ja, dan moet Batahari komen. 25 verpleegsters nodig. Dan heb je wel een onderbezetting aan het bed, denk ik, bij Jan. Ja. Nee, als Jan naar zijn buiklegging moet, dan hebben ze wat te tillen, hoor. Oh, ja. Hij heeft van de week ook een taart van ons gekregen toen hij 72 is geworden. Een speciale mosseltaart. Die heeft hij alleen op. Ja, schitterend, man. Kijk eens. Oh, lekker. Voor de kop. Jan weet een bloemetje geven. Die kan hij niet opeten. Nou, daag hem niet uit. Als die maar geen spreader is. Nee. Ja, maar het klinkt toch bijna als een pornofilm, een spreader. Ja. Een superspreader. Jan de superspreader. Ja. En maar volgens mij zit hij nu weer in... Nou, ik denk als Jan hier een scheet laat, dat iedereen een intensive care moet. Maar hij zit nu geloof ik weer... Hoe heet dat ook alweer? Je moet wel 2 weken in quarantaine. Hij zit nu in quarantaine. Nou, ik denk dat hij nu weer die taart door de beeldbuis heeft geflikt. Jan, dat het een plaats in Griekenland is. Die restaurants gaan toch ook nog niet open? Dat is heel misschien 15 december, maar waarschijnlijk 15 januari. Ja. Toch? Zo is het verhaal, toch? Het gekke is, ze hadden in Ierseke, in Zeeland, hadden ze toch... voor één man hadden ze een restaurant opengemaakt. Oh, ja. Wel bij zeggen, dan voor weet één ik man... Voor wie? Ja, jij weet natuurlijk alweer voor wie het is. Het. Daar komt wie? Jan, kijk. Daar komt ik Jan. Denk voor jou. Ja, kijk, let op. Nee. Daar komt Jan. Jantje, hoor. Ja, let op. Jantje in speciale outfit. Tony Soprano, daarachter. En die gaat even lekker mosselen eten. Let op, daar komt Jan. Lekker hoor. Het is wel een gezellig restaurant zo te zien. Ja. Even checken, even kijken of ze goed zijn, of ze vers zijn. Oh, Jan neemt een kist. Ik vind dat heerlijk, man. Ja. Kijk, goed toch? Klein bordje. Ja. Lekker, man. Lekker. Nog een bordje. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik heb ook de hele tijd helemaal niet Ierseke gereden, man. Ja. Dan zou ik ook niet met één schaaltje tevreden zijn. Jij wel? Kijk, iedereen mag verder niemand binnenkomen, hè, voor de duidelijkheid. Het is puur coronaproof voor Jan. Maar het is niet zo dat Jan praat onder het eten. Hij zit nog steeds te eten. Nee. Je moet niks tegen hem Jan praat niet met volle mond. Nee. Dus het is zelden dat hij praat. Nee, ik krijg namelijk doordat hij nog steeds zit te eten. Op ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Ja, kijk, gewoon weer een bordje. Ja, maar het is ook wel een bescheiden pannetje. Ja, hoor. Maar lekker, joh. Heftig. Ja, nog een bordje. Lekker, man. Ik vind dat zo vies, hè. Ja? Ik vind het zo vies. Er zit zo'n glibberig ding in en zo. Blech. Ik vind het echt vies. Ik kan die niet naar binnen krijgen. Ja, ik vind het ook lekker. Maar Jan wel. Nou, Jan ook. Ja. Ik hoor dat hij nog steeds lekker door aan het eten is. Misschien kunnen we even schakelen straks weer hoe het dan met Jan gaat. Je weet hij zal heel af en toe even een boertje laten. Ja. Welkom bij Takeaway de Kuip. Je kunt je gerechten ophalen. Ah, klasje. Dank je wel. Hallo. Hi, hier is uw bestelling. Ah, lekker wijfie. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft, eet smakelijk.
Oh, dat wordt smullen. Het is echt heel slecht allemaal. Lekker hamburgertje naar binnen werken. Ja. Dat is toch niet erg, joh. Nee, joh, laat hem lekker. Lekker doen, joh. Ja, veel mensen vragen zich af, zit Jan nog te eten? Antwoord is, ja, Jan zit nog te eten. Kijk, lekker. Weer even een bordje. Ja, goed. Ja, heerlijk, man. Dat die Jan die is... Maar hier komt Jan niet in, hoor. Ja. Nee. Ik zei, nee, kom, jawel, nee, jawel, hier, jawel. Hier komt hij niet in, jawel, denk jij? Jawel, hier komt hij wel in. Schaamteloos dit. Oh, die is al een best sexy staan. Ja. Als je dan tegen, was het? Mitjesland. Mitjesland. Ah. Ja. Ik ga er echt voor door je mel. Nou doe je net alsof... Hey. Hey, wat zijn jij nou te lachen, joh, trekpop? Hé, hey. Hé. Hey. Dit is Legoland. Ja, Legoland. Legoland. Ja. Nee, maar tegen Micheland, daar had je het over, toch niet? Nee. Anderhalve meter, man. Kan, kijk nou uit. Zijn de Tour de France gewonnen? Wat is dat mensen aan, joh? Ja, dat is een gekkigheid. Dat is een serieuze zaak, dit, hè? Ja, dus, heel serieus. De koning komt even terug, ook op 5 mei. En wat er allemaal gebeurt in het land met corona en nou, racisme. Op, en dat soort dingen. Ja, daar komt hij. Ja. Hij zit er klaar voor. Die benen lege dam. De stilte nog onverdovender dan daarvoor, dan anders. Dat was geen sterk begin. Ik zal hem toch even bellen. Dat lukt niet, TV. Dat nee, 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 nee. Nee, echt. Nee, nee. Dit is echt. Dit is echt. Dit is echt. Ja. Eigenlijk had hij moeten zeggen, kut. Nou, maar hij zat er wel mee, want hij heeft gelijk zijn excuus aangeboden. Ja? Ja, kijk, excuus. I would like to express my and repeat... Regret and apology. Weet je wat ik ook zo droevig vind in het land? Dat gezeik over die gouden koets. Een heel groot deel van onze natie die heeft te vreten dankzij de voedselbank. Mm. En dan staat er ergens in een schuur de gouden koets. Verkoopt dat ding en geeft die mensen met die kinderen gewoon verzorgd. Ja, ik zie me al de doeding met die gouden koets. Vroeger zijn nog wel eens als je het niet mee eens was. Ja, je denkt, laat me allemaal lullen. Ja, zo zit ik eigenlijk meer in de laatste tijd. Laat me gewoon lullen. Het wordt wel een keer 10 uur, denk ik altijd. Dat wordt het ook zeker. Tot zo na de reclame. Welkom terug bij Veronica Inside. Sorry, gaat je ziet je wel eens denken dat er een Duitser of een Spanjaard naar dit programma zit te kijken. Ze moeten toch denken dat wij helemaal achterlijk zijn met dit. Het wordt steeds gekker nu. Nou. Zie jij die Gary Lineker? je moet je snor laten staan. Dan staat je goed, hoor. Ik weet hier nergens van. Je wist hier niet van? Nee. Je kan hem nu afdoen trouwens, hoor, jij. Wat? Je kan hem afdoen. René. Zie jij al die Alan Shearer zo op zaterdagavond bij dat Match of the Day zitten? Oh, ik denk dat je bij de BBC ontslagen wordt. Ja. Ja. En dan wordt er vanavond ergens een benzinepomp overvallen. Zeggen ze, ja, Johan Derksen heeft hem al overvallen. Ja. Is er nog veel corona of valt het nu mee? Nee, we hebben helemaal geen corona. Is het voorbij nu in Gollo? Nou, we hebben er één gehad in Gollo. Nee, ja, het laatste verhaal dat er veel meer waren in ja, Gollo. Ja, dat was de hele provincie Drenthe. Oh, oké. Okay. Eentje in Gollo. Ja, die was naar begrafenis geweest in Brabant. Oké. Okay. Maar die is geïsoleerd gelijk in quarantaine? Ja, dat lijk had geen mondkapje op. Ja, af en toe moet een fout grapje kunnen, hè. Maar dat is voor mij zo erg. Ik ben 45 jaar weg geweest uit dat Drenthe. Ja. En dan kom je vaak mensen tegen, die kennen je dan. En dan denk je, oh, wie is dat? Hè? En dat vind ik altijd een beetje naar, net of je een beetje arrogant bent. Maar dan kom je die wijven tegen waar je vroeger achteraan hebt zitten. Dan zijn van die oma's van 72. Als je nou een klap op de kont geeft, vliegen de bloemvliegen uit de neusgaten. Over mondkapjes gesproken. Ik zat in het weekend met Maarten Spanjer in de auto. Toen kijken we naast ons. Zit daar een man in zijn eentje in de auto met een mondkapje. Waarop die Maarten zegt, zou die s'avonds ook in zijn eentje met een condoom om zijn lul op zijn bed liggen? Ik zeg, ik heb geen flauw idee. Denk het wel, hè? Ben jij getest eigenlijk, of niet? Ik ben nog niet getest, maar ik... Zou je dat binnenkort kunnen doen als je hier weer komt? Ja, dat zouden wij wel op prijs stellen. Jij loopt in al die stadions. Ja. Toch? Ja. En je spuugt veel? Nee, daar sta je onbekend, Hans. Je staat er onbekend. Jawel. Ja, ja, ja. Dat is levensgevaarlijk. Kijk, hup, daar ga je weer. Ja. Nee.
Jij bent een superspreader. Ja, jij moet echt een mondkapje doen. Een Feyenoord supporter zeggen, ja, je mag niet klappen en je mag niet juichen, is ongeveer hetzelfde als dat je naar de hoeren gaat en er wordt gezegd, maar er wordt niet geneukt. Nee. Nee, ja, dan kan je net zo goed thuis blijven. Ja, wat schiet je daarmee op, joh? Kom op. Wat heeft dat voor zin? Ik heb een groot probleem. Ja? Ik zie er misschien iets wat onverzorgd uit. Ja? Maar mijn kapper is ziek. Oh nee. Ja. Oh, de haararchitect. De haararchitect, ja. Wat heeft hij dan? Nou, wegens privacy-omstandigheden kan ik niet zeggen wat hij heeft. Ja. Maar hij moet heel erg hoesten. Ja. In maart stond er in de New York Times een man die zei: je moet de mensen die kwetsbaar en ziek zijn, die moet je apart zetten. En de rest moet je door laten gaan. Dan kan die economie doorgaan. Ja. Dan kunnen we allemaal doorgaan. Jullie wouden mij in een bejaardenhuis zetten. Nee, jij bent jij geen hond tegen het lijden houden. Nee, jij hebt nergens last van. Nee, je kan van de trap vallen. Je gaat twee weken later ga je gewoon weer door. Dus. Je valt van de trap, je zit s'avonds hier. Ja. Je valt 5 meter naar beneden. Nou, jij gaat echt niet dood aan corona. Nee, vergeet het maar. Jij zou op wintersport toch weer dit jaar? Jij bent echt een wintersporter, toch? Nee, ik ben nog nooit op wintersport geweest. Ga er nooit naartoe ook. Ik zie jou zo langlopen. Dat zie je zo voor me. In het bos. Dat kan wel bij jou in het bos. Zou jij dat niet leuk vinden met zo'n geweer achterop? Ja. Dat zie je toch ook wat. Ik weet niet biathlon. Hoe dat biathlon. Ja, biathlon. Een geweer dat je misschien even ook liggen. Ja. Nee, ik heb niks met wintersport. Ik heb ook niks met watersport. Ja. Maar daar is hij. Kijk, nou daar hebben we hem, ja. Ja, dat was een goede tijd, was dit, man. Hop, daar gaat hij. Hoe zal die gozer er aan toe zijn, zeg. Niet te geloven. Maar daar hou je helemaal niet van dat soort dingen. Nee. Dat is toch raar? Nee. Is toch leuk, man, of niet? Nee, ik heb daar niks mee. Nee. Ik hou van seks. Maar dat is al heel lang geleden. Ja, dat is inderdaad lang geleden, ja. Dat kun je nog wel herinneren. Heel vaag. Ja? Het was heel vochtig altijd ook. Ja. Ik heb zo'n hockeystick in mijn snuffert gehad vorige week. Doe je in je neus? Ja. Ah, Johan, ook kijk, hier ga je, Johan. Hey. Dat voel je fijn, dit, hè? Och, man, daar gaat hij, joh. Ja, dan komt hij mijn oren uit, hè? Lekker, hè? Dit is niet fijn, hè? Ja, maar ik vind dit ook een inbreuk op de privacy. Ik wist niet dat ik gefilmd werd. Nee. Dus John de Mol die krijgt een kleine claim. Nou, die krijgt een advocatenbezoek. Nou, ik heb het gefilmd. Ik vond naast je zo. Had je dat echt niet door? Nee, heb ik helemaal niet gezien. Johan, veel mensen die vragen zich af waarom jij zo'n kleurtje hebt eigenlijk thuis. Want je ziet er echt gezond uit. Een jaar of 6 geleden kreeg ik plotseling ontzettende jeuk. Oké, ja. En niet van mij, hè, voor de duidelijkheid. Nou, toen dacht ik, dat komt van Wilfred. Ja. Maar dan kom je bij een of andere kliniek in Utrecht en dan krijg je zo'n pleister op je rug. En ik was allergisch voor parfum. Toen zei ik, mijn huisarts in Assen, in het Wilhelmina ziekenhuis, zit een uitstekende dokter daarvoor. En ik ga er naartoe. Krabbend. En die zegt, u bent helemaal niet allergisch voor parfum. U hebt gewoon een ontzettend tekort aan vitamine D. Ik raad ook iedere man in Nederland die jeuk heeft, wend je tot dokter Vongers in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Ik zal niet zeggen hoe ze eruit zien, want dat heeft mijn collega Koert Westerman onlangs gedaan met de dochter van PSV. Dat viel niet helemaal goed. Nee. Vrouwelijke dokter, vrouwelijk doktertje. Vrouwelijk doktertje. Wat zei je? Ik heb jeuk. Wat zei ze? Wil je buiten die leven? Nee, maar ik ben nog nooit ergens geweest dat ik zei tegen een vrouw, ik heb jeuk, en dat ze het meteen oplost. Krijg je niet problemen mee? Nee, toch? Dit moet kunnen, hè? Dit is op het randje, hè? En ik heb de scheid aan ook de problemen mee krijgen. Ik ben alles wel geweest. Nou, seks is er ook maar bij. Kom aan. Ja. Ja. Toon, die weet alles van dwangneuroses. Heb ik eens een keer een uur met hem over zitten praten. Dwangneuroses. En dan ging die, er zijn er ook 6 of 7 of 8. En ging die ze langs. Ik kan er ook iemand die er alles van weet. Ja, ik ook. Ja. Nee, maar ik wilde er een boek over maken. Ja, hij wilde er. Nee, maar die mensen. Boek 3. Maar toen zegt Toon van, hoeveel tel je er bij jezelf? En toen zei die, 6. Hij zegt, nou met 3 moet je professionele hulp zoeken. Oh jee. Hij zegt, maar Tom, die heeft ze alle 8, zei hij toen. Is dat zo? Dat klopt. Dat klopt, ja. Heb je ze alle 8? Ja, ik heb ze in een psychiatrisch boek staan dus 8. En 3 ben je al. Maar ik heb ze alle 8. En ik slaap geen nacht minder om. Er zijn er 8, maar Wim kan er nog wel 8 bij verzinnen, hoor. Ja, nou, Wim, ja. Ga je dat echt maar boeken? Zullen we het zo via jullie hebben? Ik stofzuig de auto best wel ja, heel vaak. Nou, geen 3 keer per dag, maar best wel vaak. Nee, jij bent en dan helemaal heb ik wel eens dat ik denk, nou, ik stofzuig hem niet, bijvoorbeeld vandaag. Ja. Ik stofzuig hem niet. De hele dag niet dan ook? Nee, dan stofzuig ik niet. Maar dan ga ik meestal om 6:50 ga ik me aankleden om hier naartoe te rijden. En dan denk ik, weet je wat? Ja.
Ik stofzuig hem toch nog even. Dat maakt mij rustiger. Ja. Ja. Maar jij hebt nog een dwangneurose in die loop der jaren. Jij gaat altijd in Dordrecht om 6:30 van huis. Ja. Maar ook wanneer de file is of wanneer er een meter sneeuw is. Ja. Als er een meter sneeuw was, wisten wij al, René komt te laat. Ja. Want ik kan om 6:30 weg, dan ga ik een uur eerder. Precies 6:30. Ja. Precies 6:30. Ja. Jij gaat gewoon 10 keer naar buiten om je auto, kijken of je auto dicht is. Ja. Ja. Laatst stond ik hier op de parkeerplaats. Ja. En toen kwam hij aan. Ik denk, ik ga even in de auto zitten. Even kijken. En inderdaad, hij doet zijn deur dicht. En hij loopt. En na 20 meter weer terug. En toen zat hij bij mij uitstappen. Toen zei hij tegen mij, je hebt gewoon zitten kijken naar me. Ik zei, ja, ik wilde het toch een keer zien. Nu begreep ik, want iedereen heeft een dwangneurose bijna... dat je een neurose hebt als je het niet hebt. Dus... Okay. Ik krijg een heel gek mailtje binnen. Hoi Wim, is het nog gelukt met het inleveren van de tapijten? Vraagt Van Schaap uit Schoonhoven. Wat is dat? Een hele aardige meneer van een tapijtzaak in Amsterdam. Die kwam even die tapijten neerleggen. En hebben we een nachtje naar gekeken hoe die tapijten nachtje, lagen. Ja? Ja, ik vertel jou alles. Doe je dat nou echt? Ga jij gewoon een tapijt een dagje op proef nemen? Nou, jij moet toch kijken of dat een mooi tapijt is, of niet? Allegaan, man. Een tapijt is maar een tapijt, man. Nou, het ging een beetje om de kleur. Okay, om de kleur. En, wat was dit voor kleur? Nou, we hebben een rode bank. Okay. Oh, jezus. En, nou ja, bordeauxrood. 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 Ja. Dus we zoeken een geschikt tapijt. Maar dus je moet bij rood past alles. Ja. Wim, je moet hoogpolig tapijt nemen. Als je nog een keer een wip voor de open haard wil maken. Ja, dat zit er al niet meer in, hoor. Dus, nee, dat is voorbij. Nee, dat... Maar als er nu mensen kijken die tapijten Wim, hebben... Wat wou je deze kleur tapijt? Dit weet je. Nou, hij was een beetje crème. Meer crème. Zie je alles op? Ja. Wijnvlekken. Ja. Nee, maar we nemen het nog in overweging. Ja, maar je drinkt geen wijn meer, dus er kan niks opvallen. Nee. Dus dat we laten die vogel uit Volendam uit het programma van die inrichting een keer bij hem langskomen. Kees Stol. Kees uit Volendam. Kees Stol. Oh, die vind ik leuk, ja. Maar waren er wel lijntjes? Deze beelden die wij gebruiken, die worden echt genomen loodrecht vanaf de voet van de speler. Dat wordt gewoon loodrecht getrokken. Daar kun je niet met zo'n lijntje zo oppervlakkig zo langs met een... Jullie lijntjes zijn beter, zeg jij. Ja, maar dit kun je niet zo... Dit is geen goed lijntje. Dit. Het gaat dit over lijntjes en Wim begint gelijk te lachen. Ja. Ja. Die Wim die denkt nou terug aan vroeger. Die verdomme. Ja. Jij was niet zo lang bezig met een lijntje, hè? Die zitten er al 5 minuten over te praten. Dit zijn wel lange lijntjes. Ja. Maar we zijn toch allemaal doorgeslagen met die lijntjes ook. Ja, dat bedoel ik. Dit gaat toch helemaal nergens meer over, jongen. De een trekt zo'n lijntje en de ander trekt zo'n gekkenhuis. Ja, maar dat hebben we ook in huis gehaald. Want kijk, als jij het woord lijntje in de mond neemt... dat ze jou dan niet serieus nemen. Gek, hè? Ja, raar. Gek, hè, ja. Nee, maar het is allemaal verzonnen, trouwens. Hè? Ja, maar dat boek heeft wel een hele hoop mee verdiend. Ja, en ze zijn er allemaal ingetrapt. Jongen heeft nooit wat gebruikt. Nee. Er is geen publiek, dus ja, we proberen het toch een beetje anders aan te pakken. En toen dachten we, misschien moeten we nog één iemand erbij nemen... die zorgt voor die sfeer, voor dat enthousiasme... voor die energie die je echt nodig hebt in zo'n programma. Daar is hij, Marcel van Roosmalen. Marcel, leuk! Ja, dan is er geen publiek, dus applaudisseert er niemand. Dat is dan weer jammer. Ja, ik ben er. Meer heb ik eigenlijk ook niet aan toe te voegen op dit moment. Is je nog iets opgevallen deze week, Marcel, ook? Gisteravond zat ik te kijken naar Omroep Max. Ja? Een programma over de eenzaamheid in coronatijd. En daar trad Lee Towers op. En dat was van zo'n ongekende treurigheid. hij trad op. Fred Grapperhaus zat aan een lege tafel te knikken op You Never Walk Alone. De presentatoren zaten mee te knikken met de muziek. En ik dacht, ja, dat zegt wel heel veel over deze tijd... en over het amusement in deze tijd. Kijk, hier is het vrij treurig nu. Maar bij Omroep Max was het echt heel treurig. Pak je hier ook nog dingen uit waarvan je denkt... daar kan ik wat mee straks voor dat nieuwe programma? Nou, ik denk wel de hele tijd... ik denk dat dit wel de ultiem treurige tv-ervaring is. Aan een bijzettafeltje, voor een band... en dan naar een lege studio kijken. Ik heb de hele tijd het idee dat ik helemaal niet op televisie ben. Maar er zijn ook mensen zoals Chris Woerts... die bellen bijna wekelijks, zeg sterker nog dagelijks op... of ze op dat stoeltje mogen zitten. Dus ik vind dat het een beetje denigerend doet nou, hoor. Nou, dat is dan het verschil tussen Chris Woerts en mij. Je bent verder, bedoel je? Ik ben wel verder dan Chris Woerts, wat dat betreft, ja. Okay. Ik kan me voorstellen dat jij blij bent dat we geen biersponsor meer hebben, toch? Dat scheelt een stuk voor jou. Je hoeft het niet meer te doen. Water. Ik hoef het niet meer te doen, nee. Heerlijk. Nou. Zo. Ja, het was wel een momentje, dit. Hey. Ja, historisch, dit. Mensen weten het ook meteen dan weer, hè? Ja, nee, ik weet het, dat mensen dat meteen weten.
ben ik dagelijks mee geconfronteerd. Met één woord. Jarenlang zit je in de journalistiek. Je schrijft het ene verhaal na het andere. Het enige wat mensen onthouden is zo. Ja. Nou. Zo. Johan wil graag zo'n parapluutje. Ja, heb je zo'n paraplu met een verkeerd logo? Moet je een parapluutje hebben? Nou, dat zou ik heel appreciëren. Nou, dan pak ik even een parapluutje voor jou. Nee, joh. Ga lekker zitten. Pak even een parapluutje. Ja, we moeten toch naar Chris. Ja, je gaat lekker door. Chris zit hier wel te glimmen. Hij zit met zijn grote grijns op zijn gezicht. Die Chris heeft lekker de Champions League laten lopen, Chris. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, man? Je had die Champions League moeten binnenharken, man. Ja, joh. Wat is dit? Elk jaar Ajax ook een beetje moe van, weet je. Dus we denken, we moeten veranderen. Alsjeblieft, jou, hoor. Maar uiteindelijk heeft het geld een doorslag gegeven. Heeft hij gewoon veel meer geboden. Maar wat gaat er over? Hoeveel meer dan? Ja, die bedragen mogen we allemaal niet noemen. Dat is ja, maar je zit hier toch in het programma, man? Dat kan toch gewoon? Nee, dat kan echt niet. Weet jij het bedrag? Dus, ik weet de bedragen, ja. Dankjewel. Dus het maar uiteindelijk marktaandelen is ook belangrijk. Marktaandeel, tv... Maar we hebben een afweging gemaakt om te kiezen. Dan voor, uiteindelijk zijn we blij dat we Europa League en Conference League hebben gewonnen. Want dat zijn de Nederlandse ploegen. Ik vind dat dat heel aantrekkelijk pakket is. Ja, en het is een... Het is een het wordt een, en in het kader hiervan, want het grappige is dat RTL Champions League heeft. Wij hebben Europa League en Conference League. Mag ik even een vraagje stellen? Waarom zitten 5 volwassen mensen hier in de studio? Het regent niet. Nou, nee? Omdat Hans paraplu... Kunnen wij een rekening sturen naar dat clubje van jou dat we hier zo zitten? Absoluut, absoluut. Ja. Fijn, het is een vergaande onderhandeling met Disney... over een soort docu-soap op Disney+. Mm-hmm. Om een serie te maken over het rijden en zeilen binnen de club. Maar wil Dick ook een rol hebben dat hij bij Disney nog iets extra's kan gaan doen? Of is dat niet... Nee, een Mickey Mouse pak misschien? Nou, volgens mij Sneeuwwitje in de 7 Dicks was toch... Ah, ja. Ja. Maar krijgt Cor Pot ook nog een rol? Cor heeft een bijrol. Een wc-rol. Of gewoon een echte rol. Dick schijnt een BMW te hebben. Daar kan de hele selectie in. Echt waar? Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. Ze gaan ook niet meer met de bus. Er kan de hele selectie in, hè? Dat is een Leopard tank. Heel goed. Die hoor je van ver aankomen rijden. Het is de grootste auto van iedereen in de selectie. Dus wat ja, heel goed. Is het nog echt een constructief trainer? En dat kleine hoofd van Dick te boven. Heeft hij dat... Mijn kinderen zitten nog steeds op zo'n zitverhoger, maar dat doet Dick dan ook, of niet? Ik dat weet niet of je stoel gewoon hoog kan zetten. Nee, maar ben Dick, ik heb gehoord dat ze bij Dick een bakruk erin genoteerd hebben. Hij betaalt alleen €400 wegenbelasting per maand. Ja, er zijn ook chauffeurs die rijden daarmee naar Italië. Met paarden achterin. Ja. En Dick ook tax-free in de auto, denk jij? Tax-free. Dick gaat ook met zo'n wagentje langs. Als je meerijdt, kun je wat kopen. Heeft hij ook stewardess aan boord? Nee, hij heeft geen rokje aan. Nu begrijp ik ook wel dat de vrouw van Dick langzamerhand zegt... Dick, we komen op een leeftijd dat we leuke dingen moeten doen. Maar zoals? Dat hadden ze al lang. Hey, nou ja, Dick schijnt een prachtige boot te hebben. Ja, maar hij kan niet varen. Hij kan niet varen. Hey, maar Dick schijnt, dat is uniek, die schijnt als hij onder een brug doorgaat niet te hoeven te bukken. Maar hij kan toch wel zwemmen? Ik bedoel, als hij kan wel zwemmen. Hij heeft van die bandjes om al. Oh, ja. We kunnen heel lang doorgaan. Maar kijk, op een gegeven moment gaan de Clarks altijd staan. En dan weet ik, dan gaan ze een nummertje spelen. Omdat dan een leuke beelden erbij en zo. Maar ik heb nu het gevoel dat als we nog heel lang wachten... Dat even dat er eentje om gaat vallen, inderdaad. Ja. Ik zie ook een paar echt tegen het randje aan zitten. Zo van, we storten elk ogenblik in. Wanneer komt het nou? Nou, nog lang niet. Nee, maar fijn hoor. Dan kan je toch niet slapen als je weet dat je Nick Marsman op moest stellen? Dan kan je toen niet slapen, joh. Nee, dan leg je toch heel de nacht Nick, te woelen. Nick Marsman... Dan zou je niet de hele nacht liggen te woelen. Die speelt al jaren in het betaalde voetbal en overal slecht. En als je zo'n man, die neem je dan erbij. Die hebben ze bij Utrecht weer weggedaan. En die kon hij bij Feyenoord op de bank gaan zitten. Maar er komt een moment dat zo'n jongen in moet vallen. Ja, dat is geen lekker moment. Die spits van Emmen hebben ze uit moeten graven, hè? Hé, die Dick, die dat ledikantje zie je wel liggen. Ligt hij te woelen? Kijk dit nou, jongen, wat dit gaat toch helemaal nergens over dit? Waar slaat hij toch aan? Moet je kijken hoe die in kon vliegen? Ja, kijk er even mee. Dan zie je opeens zo'n gele kanarie voorbij komen. Dat kan, je kan toch niet, jongens. De belangrijkste ploeg van je vereniging is je eerste ploeg. Ja, ik begrijp wel dat Anees en zijn functie aan de toekomst moet denken. Maar die 45.000... Jongens, ja, dit zijn twee Clarks om te vallen. Jongens, begin dan gewoon te spelen. Ja, laten we het maar gaan doen. Is er iemand die mond op mond gaat? Je steekt zijn vinger niet op, denk ik. Dus ze hebben eigenlijk nog maar één man was op kunnen bouwen bij Feyenoord op dit moment. Eentje nog. Toch? Wie? Jan Boskamp.
Ho, 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 Elfie. Is je wagen vol met kerstwensen? Ik heb alle kerstwensen, Jan. Klasse, maatje. Ah, lekker glad belletje, Elf. Oeh, klas Elfie. Dat kippertje, dat wordt lekker spikkelen. Kalkoenetje, Jan. Met de kerstman. Ja, natuurlijk wordt het een rood-witte kerst. Lampie. Ah, werelds. Als ik nou Frank de Boer was geweest... Had je pas weer erbij gehad? Dan had ik gezegd, nou, als een soort eerbetoon... die kun je moeiteloos op de bank zetten en ook nog even in laten vallen. Als een soort eerbetoon aan een jongen... die heeft er denk ik 20 jaar betaald voetbal op zitten... Dan moet ik eerlijk zeggen dat die jongen van Twente zich wel Drommel. Verbeterd heeft. Ja. Maar dan wordt natuurlijk nooit een keeper voor het Nederland zelf. Maar waarom niet dan? Als je ziet omdat hoe snel hij gewoon, zo... Omdat hij gewoon niet goed genoeg is, Wilfred. Ja, maar hij ontwikkelt zich per jaar enorm snel. Hij gaat zeggen dat hij dat pas weer als derde keeper bij het Nederland zelf van moet komen. Ja. Want die kan je makkelijk op de bank zetten. Doet hij goed? Nee, die kan je makkelijk op de bank zetten. Nee, maar die wordt niet zenuwachtig. Heb jij wel zenuwachtig op de bank? Hè? Dan kan je Wesley Sneijder ook weer uitnodigen. Dus je billen doorliep. Nee. Jullie hebben niets menselijks in je. Je gaat er geen menselijks. 38 opgeroepen. Ja. Grappen, gollen en ordinair. Nee, maar we zijn die voor de eerste keer opgeroepen. Ja, 37-jarige leeftijd. Het zou toch wat worden dat die Piet Veerman... dat die gewoon topscorer van de Eredivisie wordt. Henk. Dat die gewoon topscorer van de Eredivisie wordt. Wie, Piet? Piet Veerman. Ja, maar dat zou toch wat worden? Dat zou zomaar kunnen dadelijk, hè? Ja, hij heeft er genoeg in. Want, jawel, maar die jongen die heeft iets over zich. Want als je die ziet voetballen, hij krijgt de stijlprijs. Krijgt hij niet. Maar die bal die hij erin schuift... Bij die 4-0. Biljarten. Fantastisch. Ja. Overigens, die Veerman, die zat bij St. Pauli. Daar ga je toch nooit meer weg? Nee. Maar het heimwee vond het te ver weg. Ik heb tegen St. Pauli gespeeld, maar daar struikel je over de hoeren daar. Ja, 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 ja. Bruine shirts. Ja. Die speelden helemaal in het bruin. Bruine shirts, ja. Dat is geen gezicht, een voetbalclub in bruine shirts. Maar je had hem aangeraden er altijd te blijven, daar in Hamburg. Nou, St. Pauli, je zit daar in het gezellige deel van Hamburg. Ja, als je jong bent en vrijgezel. Ja, en volgens mij is Henk... Als je hem s'avonds was, is hij weer eens nieuw. Heb je die Van der Vaart nog gezien? Ja. Maar ik vind Van der Vaart leuk. Als hij een scooter koopt, moet hij het eigenlijk met een blauw plaatje nemen, hè? Hoezo? Die krijgt geen helm meer op. Die heeft godverdomme, die heeft zo'n hoofd, joh. Ja. Hij ging die uitleg doen. Ja. Die krijgt geen helm meer op. Maar ik vind bij Van der Vaart alles leuk. Ja, 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 ik vind het leuk, joh. Leuk feentje. Hij kan leuk en zinvol erover praten. Maar inderdaad... Maar na de kerst rollen ze hem naar binnen. Maar dan vind ik hem ook leuk. Dan vind ik hem nog leuk. Zou het een onecht kind van Jan Boskamp zijn? Als hij aan tafel zit van de vaart, dan zit er altijd wat vaart in. Ja, schoen. Ja, van de vaart maakt vaart. En dit was niet eens een grap, hè? Nee, dat is serieus waar, ja. Spontaan zo uit mijn bek. Zet Theo Jansen van de Vaart en Jan Boskamp aan één tafel. Hè? Die kunnen met z'n drie alleen in de gezicht al 14 kilo afvallen. Edwin van der Sar is 50 geworden. Die had een filmpje op Instagram gezien. Heb je dat gezien? Wat heb ik? Beetje een vreemd filmpje op Instagram. Heb je dat gezien? Nee. Alsof je een beetje haai is of zo. Je wordt wakker net of zo. Nee. Ik weet het niet. It's about that time. That you know that you're 50. Ah, 50 years old. All right. Keep you posted. Je doet van die ballonnetjes. Misschien een kleine. Die neemt van die ballonnetjes. Van die ballonnetjes neemt hij. Van die ballonnetjes neemt hij. Niks voor hem, hè, dit, hè? Nee, dit is echt heel gek. Nou, hij is nog niet helemaal wakker. Of hij heeft een stuk in zijn reet. Ik weet niet, maar dit is. Zo ken ik hem helemaal niet. Nee, juist. En hij zit ook onder een stapelbed. Dat is ook ongebruikelijk, toch? Of slapen zijn vrouw en hij boven elkaar of zo? Ik weet het niet, maar... Wat doet Hans op dit moment eigenlijk? Ik hoop niks voor de voetballerij. Het is best. Wat? Nee, hij zit toch in de Raad van Commissarissen bij PSV? Ja, de technische man heeft hem persoonlijk van Bommel weggestuurd. Ja, en die Schmid gehaald. Ja. Oh, okay. Dus uiteindelijk is het allemaal de schuld van Hans weer dat er nu gebeurt. Maar als je Hans binnenhaalt, je haalt ellende binnen. Dat is overal zo. Ontzettend aardige gozer. Prettige jongen, vriendelijk, niks mis mee. Doet alles fout. Korte samenvatting. Zit je tegenwoordig in het bestuur van de Elfstedentocht ook? Ja. Ik maak reclame. Mooi toch?
Mooi, man. Ja. Echt mooi. Het wordt kerst. Ja. Nou, laat ik even een vrolijke trui aantrekken. Rayonhoofd. Je bent een rayonhoofd. Ja. Hey, Bas Nijhuis gaat even een potje doen in Griekenland. Dat kan natuurlijk een geweldige schoppartij worden. Ja. Zo'n plaatselijke Bas fluit niet. Nee, Bas fluit nergens. Er vallen doden. Er vallen doden op het veld. Bas heeft één keer eerder gefloten in Griekenland. En toen er zijn beelden van. Die hebben we via de Griekse televisie weten te bemachtigen natuurlijk. Dit is die wedstrijd waar Bas echt gewoon alles laat lopen. Kijk, hier, schoppartij, weet je wel. Er komt er weer eentje aan. Hoppa, niks aan de hand. Ja, lekker wel. Gewoon niet fluiten. Voordeel. Ben je gek. Kijk eens aan. Hoppa. Kijk, daar staat Bas. Die is wat kleiner voor een stukje op. Die laat hem weer doorgaan. Oh, lekker hoor. Ja, nu fluit hij toch een keer. Ja, Bas denkt op een gegeven moment ook, het is mooi geweest. Bas moet niet die wedstrijd kapot fluiten, hè? Nee. Een klein dingetje, Bas. Van de week fluit Bakkeli een geweldige wedstrijd. Juventus-Barcelona. Zijn er dan dat momenten dat je wel eens bij jezelf denkt... had ik me nou maar iets anders opgesteld in het leven? Ja, goed. Natuurlijk, je maakt wel eens cursus. Nee, misschien had je dingen anders kunnen doen, ja. Dat klopt. Ik was nog reserve. Ik moet morgen naar Manchester. Bas is... Ja, maar hij is morgen reserve, Var. Dan zou ik niet gaan, maar Bas gaat maar Bas is morgen reserve, Var, bij Manchester United. Nee, ho. Dat doet je vertrouwen ook. Reserve, Var. Reserve, Var. Ik was tot vandaag reserve, Var. Maar nu ben je gewoon VAR. Je bent nu de VAR? Ja, nu de VAR. Want de VAR is uitgevallen. Ja, ze hebben daar ook met corona is er weer van alles. Dat is echt een voetbalprogramma dit zo opeens. Hè? Dat kan ook, hè? Je ziet die mensen die kijken. Bijna in slaap. Waar ben ik terechtgekomen, denk ik al die mensen hier? Ik zit er ook aan te denken. Wat gebeurt hier? Ik denk dat heel veel vrouwelijke fans nu al weggezept hebben. Ja, want die willen gewoon... Er is toch geen kut over tafel gekomen? Nee, het is niks. Het is heel decent. Mijn vrouw is weggeschakeld, want... Doe nou niet. Ik doe net of hij zijn hele leven niks gedaan heb. Nee. Als jij staat te pissen, 's ochtends ben je al blij dat er wat uitkomt, man. Dat hij er nog aan zit, fietser ik. Je hebt thuis een gesprek gehad, of niet, Han? Nee. Nee, ik heb thuis... Het is orde gehoord. Ja. Nee. Jawel. Sofie heeft alleen gezegd, van begin er zelf niet meer over. Als die paardenlullen erover beginnen, dan... Ja, dan mag je het, toch? Wordt dat nu maar ordinair. Nou, nee, dan hebben we het niet meer over zijn vrouw, dan beginnen we over zijn zus. Nee. Dan liever mevrouw. Oké. Vanavond gaat het weer gebeuren. Ja, ze kunnen we weer. Ja, zie je wel. We zien erop toe hier. Eerst was ze die kleding. Ja. Ja, want dames en heren. Ja! Alles goed! Ja! Ja, Johan, hoe voelt dat nou? Alles goed? Dit vind ik altijd leuk. Dit vind je fijn, hè? Als carnavalslief hebben, dan duren we groot plezier mee. Ja, toch? Ja. €3400 is nog nooit voorgekomen. Dit is echt uniek, dit. Ik bedoel... Nee, ik denk dat ze... Ja! En, let op, daar komt-ie, de kroon! De kroon voor Andy van der Meijden, de koning Toto, wordt hier gewoon binnengerold. Het is een jubileum, het is een feestuitzending. Voor de brandweerman! Ja, Theo! Die doet alles hier! Kijk, daar is hij hoor, koning Toto. Ja, die heb ik ook wel verdiend. Ja, lijkt me ook inderdaad. Ja, je wil hem niet even opzetten. Nee? Ik ben nu nog alle doofste idioot. Ja, nee, dan moet hij even op. Maar ik weet niet of het mijn maat is, want ik had een dienst. De grootste maat, Pet, is geen nogal een groot hoofd te hebben. Gewoon even proberen. Maar dat is allemaal brains, hoor. Ja. Ja. Dames en heren, koning Toto! Ik vind eigenlijk... Oh, er is een diamant uitgevallen. Ja, ach. Maar ik vind eigenlijk dit ook het punt om een eind aan mijn carrière te maken. Ja, er zijn en meer mensen... tegen John de Mol te zeggen... steek al die contracten lekker in je race, John. Ik ben weg. Ja, en met die kroon dan, hè, toch? Met die kroon, ja. Dan ga je mee in Gollo zitten. Ja. Ja. Nou ja, een uittocht, dames en heren. Dit was hem. Dag, Johan Derksen. Nee, toch niet? Nee. De wens is weer groter dan we gedacht. Ja, dat klopt inderdaad. Je laat je nou een beetje kennen, hè? De Glasgow Rangers op bezoek bij Willem II. En ik weet niet of jullie nog weten wat jullie ongeveer gezegd hebben. Ja, 3-0. Laat even kijken wat er precies gezegd werd. Glasgow Rangers, ik heb er helemaal niks van. Nee. Ik denk dat Willem II ze helemaal ziek tikt. Nou, dat zijn nogal uitslagen. Rennen en vliegen. Ja, en de bal inleveren. Ja, je moet gewoon positiespel. Laat ze maar de pleuris lopen. 4-1. 4-1. Nou, dit zijn wel uitslagen allemaal. Je zat er een klein beetje na. Echt een historisch dieptepunt. Het is werkelijk nog nooit voorgekomen, dit.
hebben alles, maar ook werkelijk alles fout. Je neemt wel eens een risicootje. Ja, dat is gebleken inderdaad. Maar dat wil toch niet zeggen dat we alles fout hebben, dat we ook niks meer mogen zeggen? Nou ja, je moet even dan weer zeg rustig, jij dat rustig we opbouwen. Even, ja. Dat maar ja, als het week in, week uit is. Een beetje bescheidenheid kan geen kwaad, denk ik even. Maar ze dit programma altijd erg lastig. We zijn zit hier al 22 jaar de laatste kal en ze maken nog steeds het geld over. Zo is het. De hele amateurcompetitie, iedereen is er doodziek van dat er stil ligt. Ja, oké. Okay. Nou, goede bijdrage. We gaan zo weer verder. Nou, vind je het gek dat hier geen gasten meer willen komen? We hebben nog een heptrouwer, daar kunt u ook op kijken. Tot zo. Toevallig krijg ik net een bericht binnen, dat is vrij serieus, zie ik nu ook, van de politie op het Mediapark. Die vraagt de aandacht voor het volgende, namelijk. Er wordt op dit moment gezocht naar een blanke man. Brede scheiding, bril met shampotglazen staat hier ook bij. Corpulent postuur tussen de 1,70 meter en 1,80 meter. Geschatte leeftijd 80 tot 100 jaar. Die al een week niet gesignaleerd is op tv. Kees Jansma. Kees Jansma. Nou, er is ook een compositietekening gemaakt. Kijk. Ja. 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 Ja, ja. Ik denk dat we via Facebook een zoekactie moeten opzetten. Dat denk ik ook. Dat we in ieder bordeel van Nederland gaan zoeken. Maar dat staat er ook bij. De politie van Hilversum maakt zich ernstige zorgen. Ja. Ja. Nee, dit is echt ernstig, dit. Ja. Kees. We kunnen aanbieden dat hij tot voor 10 uur hier nog bij kan komen. Natuurlijk kan hij aan het tafeltje. Wanneer je zegt van Kees, we zetten hier een stoel voor jou neer, dan komt hij nog eigen binnen. Denk je? Wat vond Kees er nou gisteren van? Die zat ook bij Studio Voetbal, toch, Kees? Ja, Kees zit nergens wat van. Kees die zit eerst bij Fox. Nee, ja, wacht. Ja, bij Fox zaterdagavond zat hij dan toch? Doet hij VI. Zondag. Oh ja, met die YouTube inderdaad. Ja, ja. En dan rijdt hij als een... Daar zit hij, ja. Ja, ja. En dan zit Kees weer bij Studio Voetbal. Nou ja, niet alleen dat. Want hij staat nou net weer... Ik weet niet of je het meegekregen hebt. Hij staat net weer bij de vooravond. Pleur op. Ja, nee, daar zat hij net weer. Echt? Ja, Kees weer bij de vooravond. Kijk, daar zit hij bij vooravond, Kees. Nee. Ja, en Lingo volgens mij vanavond ook, toch? En niet vanavond Lingo. Zit hij nog bij... Kijk, Lingo was hij ook, ja. Hey. Ja. En bij Jinek? Ja, nee, bij Miljoenenjacht zat hij gisteren ook nog, nee, volgens mij. Miljoen, ja, maar kijk, Kees bij Miljoenenjacht, ja. Echt? Ja, en als jullie vanavond op bed liggen, ja, dan zit hij bij de voorhuis. Ja. En volgens mij afgelopen vrijdag ook nog bij die Maas Singer. Daar was nee. Je, ja, nee, Kees, kijk, daar komt hij uit dat pak, Kees. Zie je wel? Jezus, ja, hij deed dat pak Kees, uit. Man. Ja, die Kees, man. Ja, die Kees die alles niet met pensioen moet stoppen. Nee. Maar hij zit vaker dan nooit overal, hè, die Kees. Hij is een beetje... Hij is nog meer op teveel Peter en de Vries, joh, die Kees, ja, joh, hè? Ongelooflijk inderdaad, ja. Ja. Ja, je zit dan toch tegenover Kees Jansma. En als er nou één man uitstraling heeft, ja, dan is het natuurlijk Kees Jansma. En als Kees ook nog wat gaat zeggen, dan zou die echt heel goed worden. Ja. Nee, maar... Kees die heeft alleen de kilometervergoeding ingevuld en is weer naar huis gegaan. Die heeft niet veel gezegd, hè? Nou, helemaal niet. Hij heeft wel geluisterd. Nee. Ja. Hij heeft wel geluisterd. Ja, maar heeft hij ook hele grote oren voor, hè? Dat heb ik toch verteld dat... Kees had toch altijd dat haar zo over zijn hoofd. Ja, ja, dat met, kennen wij, ja. Met Elnet. Zoals Trump. Met Elnet. Van hier naar daar. Ik zei, haal het er nou af en toe nog kort. Toen moest ik een afspraak maken bij een kapper in Gouda. John Meewezen. Ik zal het nooit vergeten. Want Kees wou niet dat de mensen in de zaak waren. En die roze haal, die lokt er vanaf en die scheert dat allemaal. Kees was een heel ander mens. En dan krijgt hij een slap lachen. Nee. En hij zegt, waarom lach je? Ik zeg, je bent Jumbo het vliegende olifantje. Kees Jansma is vanaf vanmiddag de directeur van het voetbalmuseum en de stichting Voetbal Totaal. Ja. En hij schijnt er blij mee te zijn. Er zijn nu al beelden opgedoken van Kees die onmiddellijk zijn nieuwe functie uitermate serieus neemt. Kijk, Kees laat even hier alle attributen zien natuurlijk, hè, van het EK. Kijk, Kees is er blij mee natuurlijk. En Kees belde mij. En ja, Hugo Borst zegt, je kreeg van Dirk een doos sigaren. Maar Kees zei, ik rook geen sigaren. Ik zeg, nou, ik heb nog zo'n hele zak voor je thuis staan. Van de sponsor van Emmen. Ik zeg, mijn vrouw is er niet zo geïnteresseerd. Kees, nee, alsjeblieft niet. Nee, grap op tv. Ja, maar voor je het weet begint Kees ook zo'n museum natuurlijk. Maar Kees heeft de eerste WK toch nog meegemaakt in Uruguay? Of Kees, nee, Kees heeft in 66 in Engeland als assistent van Herman Kuiphoff al meegemaakt. Ja. Nee, Kees. Sinds 1966 denk ik dat Kees... Nou, nauwelijks een wedstrijd van Oranje heeft gemist. Wel bijzonder. Want de KNVB hield er rekening mee. Als Kees er niet was, dan organiseerden ze geen wedstrijden. Ah. Ja. Ik heb één keer een nacht met een man in een bed moeten liggen. Heb je toch verteld met die kale man die je niet wilde vertellen wie dat was, toch? Of niet? Ja, nee, dat was... Kees Jansma. Nee. Nee. Maar dan lagen er nog een paar bij. Nee. Nee, daar heb ik geen bezwaar tegen. Nee, maar ik moest...
er waren te weinig hotelkamers. Ja. En dan moest je van één krant moest je samen in. En er was een bed, een beetje smal, tweepersoons bed. Dus ik zat al tegen aan te hekelen. Ik vind dat geen prettig idee. Maar die gozer, die gaat ook nog helemaal bloot. gaat hij in bed. En ik ga liggen. En ik voel op een gegeven moment net die leuker. achter tegen mijn been. nou ja, dat doe ik in de ogen. Dan ben ik in de hal beneden ben ik op een bank gaan liggen. Want nee, dat kon ik niet. Nee. Met jou zou het kunnen. Nee, dat denk ik ook wel, ja. We zouden niet bewegen. Nou, Gordon. Nee, wat is er? Jij wilt er nog wat? Wil vader worden. Dat is, ja, maar het is wel opmerkelijk nieuws. Is zijn volste recht. Ja, nee, maar dat is wel opmerkelijk nieuws. Danny Vera wordt vader. Waarom zou Gordon niet vader willen worden dan? Maar wil je vrouw dan in plaats van een man nu? Ja, dat zegt hij, dat hij daar ook voor open staat. Oké. Okay. Ja, staat er wat open, zei je? Hè? Ik zeg, die kan je ook in de reet neuken. Dat maakt er niet uit. Ja. We begonnen goed, hè? Ja, het begon zo lekker in dit programma. Ik denk dat nu de aanmeldingen al wel binnendruppelen. René heeft het nog niet gezien. Ja, ja. Maar het geurkaarsen dit weekend. This smells like my vagina. Het is een kaars op basis van bergamot, jasmijn en damascusroos. En je bent de eerste die hem eigenlijk op televisie mag ruiken nu. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Lekker? Nou, het zal wel. Heb je nooit geroken zo'n zo'n kaars, toch? Nee, sorry. Nee, maar het ruikt heerlijk. Ja, en het inspireert ook nog. Ja. Ik ga zo weg. Vond jij het belangrijk, Hans, dat het kutje lekker rook? Ja, ook wel. Nee, voor, als ik gretig was, maakt het me niet uit. Ik krijg nou ook erin hoor dat ik creatief met kut moet roepen. Dan weet ik het helemaal niet meer. Heb je dat gezien? Nee. Ja, dat is die mevrouw. Je ziet aan het hoofd al dat je niet serieus hoeft. Annemarie Jung, actrice, toch is dat? Ja. 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 Maar die zal wel niet zoveel succes hebben als Atrisa ze thuis alle tijd heeft om kutjes te borduren. Er wordt te weinig over de kut gesproken. Nou, maar ze moet hier aan tafel niet. Nee. Jij je moet ook niet te veel over je. Jij vindt het ordinair, hè? Je moet ook niet te veel over de kut spreken. Je moet er gewoon wat indouwen. Hupsakee. Ja, toch of niet? Ja, Hans, erover praten. Praat jij thuis met je vrouw over haar kutje? Nee. Hè? Nee, ik zou niet durven. Wat doe je wel? Nee. Heb je er wel eens aan gelikt? Flikker erop, man. Nee. Jongens. Heb je dat wel eens gedaan? Sophie zit te kijken, man. Maar heb je dat wel eens gedaan? Ja, tuurlijk. Kijk, daar krijg je nou, hoe heet het van? Een COVID. Nou, ja, ja, maar één ding, René, dat is... Er is niets ergers dan beffen met een snor. Dat geloof ik zomaar. Want je hebt de hele dag heb je die zoute haring onder je neus hangen. Hey Hans. Martin Zinni, een versterking voor AZ, Johan. Nee, dat vind ik een kutspeler. Ze hebben Bandé teruggehaald. Maar als dat Bandé is, eet hij dan tussen de middag bij Van der Vaart of zo? Ik heb geen idee. Die heb je in Zwitserland alleen maar aan de... Nou, kutjes zitten likken. Maar jongen, alsjeblieft, jongen. Jezus Christus. Man van 71. Ik zit dat er allemaal. Ik zei net tegen Wieke van de Smink... Ja? Ik zeg, ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn, die uitspraak van mijn dochter. Zeg, wat zei ze dan? Nou, zeg, ik heb hem liever in de kont dan in de mond. Zeg ze dat? Het is morgen 25 jaar geleden, wisten jullie dat? Wat? Nee? 28 november. Wereldkampioen? 1995. Geen idee. Wereldkampioen, denk ik. Wereldbeker tegen Gremio. In Tokio. Was dat verhaal in het vliegtuig? Zat jij er ook bij, of niet? Nou, dat kunnen we niet vertellen. Nee, nee, dat kan echt niet. Okay. Dat ik ben er niet bij geweest. Nee, maar dat is voor de insiders, is dat. Maar dus AT5... stewardess neukte. Werd er een stewardess in elkaar getrokken? Oh, nee, ja. Op, jongens. Doe wie? Doe wie? Nee, dat moeten we niet doen. Want dat nou zit. Wie was trainer van Ajax? Nee, dat was niet de trainer. Die was heel boos. Dat weet ik wel. Louis van Gaal was heel boos. Maar nou, ik zou niet boos worden, hoor. Ik zou die grote god voor mijn lintje geven die dat gedaan heeft. Jij niet? Nou, ik zou meteen een vizier ingeven. Heb je van de week Lang Levend Liefde gezien? Ja, penalty. Als hij schrijft een penalty te nemen. Oké. Kijken. Nee.
Ga je niet kijken dan? Nee, ik ben even bezig. Ja, maar dit is zo godvergeefs belangrijk, kind. Goh, je kijkt helemaal niet. Hè. Je kunt me toch niet dwingen? Zou jij eens een paar stukjes kaas en verder snijden? Maar op, kun je zelf ook? Ja, ja. In de pauze kun je dat toch ja, zelf maar doen? Ik moet je luisteren, lieve schat. Zometeen komen die jongens, die gaan erover praten, eventjes. Ja, maar dan kun je toch luisteren? Nou, dat vind ik allemaal niks, hoor. Dat vind ik niks. Gewoon als iemand het vraagt, die hebben stukjes kaas. Het is gewoon een paar stukjes kaas. Nou ja, goed, dan praten we er niet over. Dan doe ik het zelf. Dat is gezellig, was dat, hè? Jij ja, kijkt daar vaak naar, hè? Die, ja, moeten niet een tweede, die moeten niet een tweede afspraak maken, denk nee. Ik. Nee. Nee, jij zit er met grote verbazing naar te kijken, toch? Ja, ik zat laatst ook te kijken naar een vrouw die zei tegen die man... het enige waar ik me aan stoor is, ik vind je niet intelligent genoeg. Maar ik kan wel in deze twee dagen kijken of ik daar genoeg mee kan nemen. Dan denk ik, ja, dat is toch heel erg allemaal, man. Die gesprekken en de spanning, ja. Die druipt eraf, weet je wel. Ja. Ik heb nog niemand horen zeggen, zo, jij hebt lekker tieten. Ik zei, oh, we zullen neuken. Ja, zo'n suggestie. Dat zijn andere programma's. Ja. Die zijn er wel, maar dat zijn vaak films. Gebeurt dat alleen in films? Ja. Vroeger, in de 60e jaren, gingen wij met voetballers op maandag... was de vaste avond, gingen we naar de bioscoop. Heb ik ook Dr. Zhivago gezien. Was een prachtige film, kwaliteitsfilm. En op een gegeven moment kwam er een hele serie, een Duitse serie... kan ik me herinneren, van een dokter... Oswald Kolle. Mm-hmm. En die verkocht die films als voorlichting, seksuele voorlichting. Maar dan ging je dan heen, dat waren pure pornofilms. En dan zaten we met zo'n heel team, met zo'n ukuleles in de bioscoop. Dat was pure porno. Maar dan hadden we die lange Nannega bij ons. En die had een humor, dat was niet te geloven. En dan werd er iemand neergeschoten. En dan ging Nannega staan in zo'n bioscoop. En die zei... Is er ook een dokter in de zaal? En er was er altijd een lul die zei, ja, hier. En dan zei Nannega, mooie film, hè, dokter. En dat deed hij iedere keer. En ik lachte me daar iedere keer de pleuris op. Maar goed, zo hoort zo'n programma in elkaar te zitten. Het nieuwe programma wat we gaan doen ook. Daar heb je zo straks een goed gesprek over gehad, toch? Ja, wordt toch een leuk programma nu? Dat wordt hartstikke leuk. Ja. Van spontaniteit begin ik te kwijlen. Ja. Ja. Nee, ik zal er verder niet over hebben. Maar ik ga me er een beetje mee bemoeien en zo. Maar John zei ook tegen mij, kun je Wilfred een beetje coachen en zo? Dat kan me heel goed voorstellen. Ik zeg, mag ik hem ook slaan? Kooi je in de tik geven zo? John maakt wel aantekeningen of niet? Ja, hij had een heel pak bij zich. Ja? Ja. Nee, maar omdat jij wat adviezen had. Ik neem aan dat John er meeschrijft, toch? Nee, maar John zegt ook, joh, we hadden elkaar veel eerder tegen moeten komen. Dan was die stook over mij veel groter. Ja. Ja, ik ga mezelf niet aanbieden, nee. Joh. Een bekende man uit Emmen was dit weekend bij jou even langsgekomen. Nou ja, de bel gaat, ik open doen. En dan schrik me de pleuris. Want? Henk Kuipers, de voorman van No Surrender. Die stond voor de deur. Zo groot, net uit voorarrest ontslagen. Ja. Dus ja, ik kon ook moeilijk zeggen, Henk, jij komt er niet in. Nee. Ik heb met hem gezeten, ik heb 2 uur met de pestbokken gelachen. Ja. Ik geloofde niks van, was hij die man over. Nee, dat is allemaal onzin, geen organisatie. Zo'n charismatische man, nee, ja. echt gelachen. Aan het eind kreeg ik wat probleempjes met Henk. Want Henk zei namelijk... Ik vind Wilfred Genee een lul. Oh jee, daar was ik al bang voor. Toen zei ik, Henk, en nou van mijn erf af... heb ik hem een paar corrigerende tikken moeten geven. Ja, dat is goed. Schreeuwend om zijn moeder is het erop. Dus ik had nooit meer terugkomen. Wij hadden zo'n zanger in onze vorige theatershow, Johnny Campbell. Goeie zanger. En jij, die heb je hier een keer gezongen. Dus jij tegen mij zegt niks over zijn pruik. Juist. Maar die had een pruikje op. Die had een pruikje op, maar zo'n pruikje... dat je van 100 meter afstand zag dat het een pruikje was. Ja. En toen had Johnny gespeeld. En wat zei René, wat zei je ook alweer? Ja, ik heb geen idee. Je zei, ik was zo blij dat de deur van de studio niet open stond. Anders was hij weggemaakt. Je zit maar aan te kijken of dat ik... Nee, ik luister juist... Dat komt denk ik ook omdat jij hebt die clip gezien. Hè? Jij hebt die clip gezien, je zit anders naar Wim te kijken. Ik zie het aan jou. Ja. Je hebt die clip leuk, gezien. Leuk hoor, ik heb het thuis. Ja. Dit is familie, hè? Dit. Kijk, daar is die. Ja. Leuk hoor. Weer, weg. Ja, joh. Wat goed van dit. Je hebt zo ook nog een kind bij je, toch? Dat is mijn neefje. Je neefje? Ja, dat is die vrouw die Maaike zingt. Maaike, ja? Maar dat is mijn schoonzus.
Oké. Okay. En die heeft die kerstclip opgenomen. En komt Jan net op. Oh, kijk, Wim. Ja. En dat is mijn neefje. Die is vandaag trouwens een jaar geworden. Maar, René en Wilfred en ik hadden in jullie clip graag de drie wijzen uit het oosten gespeeld. Ja. Ja. Nu is niet dat siervuurwerk, mag alleen dit nog, volgens mij. Hij slap. Hij vindt dat zo leuk. Ik vind dat zo grappig. Ja, ik moet lachen. Dit is nog iemand. Ja, die vond het ook grappig. Ja, eentje hoor ik wel. Nou jongens, dat was hem weer. Hoe was het? Hoe voelde het? Oh, wat heb ik er spijt van dat ik ermee wilde stoppen. Ja, hè? Jij ook bedankt, René. Wim ook. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.